Met 8 enorme hijskranen is op woensdagochtend het aardwarmteproject Polanen aan de Maandenweg in Monster weer een stap verder. In totaal wordt nu meer dan 490 meter warmteleiding onder de kassen doorgetrokken. Dit gebeurt vanaf de Van Ruivelaan in Poedijk. De warmteleidingen komen uit bij de Maandenweg in Monster. Om deze nieuwe stap in het aardwarmteproject in te luiden, plaatsten wethouder Pieter Varenkamp en directeur van warmtenetwerk Westland, Marco van Soerland, een symbolische handtekening op de warmteleiding, voordat deze de grond ingaat. Bij Maasdijk zijn we al volle bak aan het aanleggen. En vandaag staan we stil bij dat ook het warmtenet voor Polaan, alle hevigheid is losgebarsten. En uiteindelijk gaat het gebeuren. En de eerste stap, de leiding leggen. Dus ik vind dat fantastisch. En ik ben een trotse wethouder. Maar zeker met jullie allemaal. De handtekeningen zijn gezet en het boren kan officieel beginnen. Met deze ondergrondse verbinding is de aanleg van het warmtenet voor Polanen officieel gestart. Het warmtenet wordt uiteindelijk aangesloten op de aardwarmtebron die er gaat komen aan de Maandenweg in Monster.